Ik ben hier bij Mr. Ed met Peter. En Peter is heel erg lang. Dus als je alleen mijn hoofd ziet, dan komt dat. Ik doe zo. Nee, dat hoeft niet. Dus nu moet ik een nieuwe cap. En Peter gaat mij helpen met het vinden van een nieuwe cap. Nou, welkom bij Mr. Ed. We hebben wat helmen voor je. Alle helmen die we verkopen nu, die zijn dus ook met nieuw keurmerk. Dus de helmen die we dus nu op voorraad hebben, zijn ook inderdaad allemaal volgens het nieuwe principe VG01. En waar staat VG01 dan voor? Een voorlopig keurmerk die geldt voor dit jaar, voor 2016. En er komt volgend jaar een nieuw keurmerk aan. Dat is een EN-keurmerk zoals we die vroeger ook hebben. Okay. En dat heeft te maken met de veiligheid, met hoe de bandjes vastzitten en of het allemaal wel blijft zitten als je valt en zo. Ik ben ook niet van heel erg bling bling, maar dat weet Peter, want ik koop zijn hele winkel leeg. Ja. Dus die gaat nu voor mij iets zonder al te veel bling bling en wel veilig vinden. Ja, nou, ik heb een aantal leuke helmen, waaronder bijvoorbeeld deze. Dit is een helm van Hardy's Horse, die verkopen we eigenlijk best veel. Het leuke is dat je deze dus zo kan krijgen, dus zonder bling bling, maar ook bijvoorbeeld als de mensen het echt heel leuk vinden. Met bling bling. Wauw. Die kan je dus loskopen en dan kun je hem erop zetten. Oké. Okay. En ik zou zeggen, uiteraard bijna alle helmen hebben tegenwoordig een draaischijfje erop. Ik ga het even laten zien, anders dan weet je niet waar je het over hebt. Kijk, een draaischijfje. Ja. En zo kun je hem dus groter en kleiner maken. Helemaal goed. Dus dan heb je meerdere maten in één cap. Het is wel mooi dat de camera aan staat, want nu kan ik dus zien. In je eigen camera, hoe kan ik zien hoe die zit. Kijk, dan zetten we hem nog wel iets vaster. Nou, niet hoor, want het is wel aardig zo. Waar het om gaat natuurlijk is dat hij goed om het hoofd sluit. Dat is belangrijk. Er mag wel wat beweging in zitten. Als er geen beweging in zit, dan klemt hij echt op je hoofd. En dan krijg je wel gewoon een hoofdpijn. Krijg je ook zo'n streep op je hoofd. En wat heb je nog meer? Nou, welke prijsklasse is dit? Deze is 99,95. Dan heb ik er uiteraard nog eentje. Dat is van een nog traditionelere helm. Ook weer van Hardy's Horse, ook weer volgens de nieuwe keuring. Je kunt ook zien, de helmen zijn ook steeds dikker geworden in de schaal. Dat houdt in dat hij dus steeds veiliger wordt, steeds minder kans op breuk en dat heb je ook nodig. Wat kost deze? Die is 54,95. Dus dat is heel, die is veel te klein. Kijk, dat past niet om mijn hoofd. Dat past even een pakje van een grote. Misschien past hij wel op mijn hoofd. Tadaa! En uiteraard ook weer even vastzetten. Nou ja, ik kan je vertellen, die andere zat lekkerder. Maar dat komt waarschijnlijk omdat die duurder is. Of ligt het daar niet aan? Ja, soms wel, soms niet. Deze vindt dit lekkerder dan dit. En deze moet wel iets strakker. Strakker nog? Nee, joh. Ja, zo krijg je een bandje in je hoofd. Nou, okay. Ik is er ook eentje. Ook gewoon zonder bling bling. Wat wordt ook nog steeds goed verkocht. Dus. En dan heb ik ook een beetje een futuristische helm, wil je zeggen. Maar een helm die gemaakt is van een iets ander materiaal. Dus niet van de metal stof. Uiteraard ook weer. Jawel, met de draaischijf. En deze die is. Ik vind deze mooier. Ja, nou, dat is mooi. Oh, dit zit ook wel lekkerder. Ja. Moet wel ietsje losser. Ja, ik kan wel iets losser. Nou, zo moet die losser. Nee. Deze wordt hoog. Deze zit hoger op je hoofd. Oh, die zit hoger op je hoofd. Heb je meer ruimte voor je oren? Ja. Oké. Okay. Ik vind dit wel lekker zitten. Ik vind hem wel te strak. Volgens mij moet ik echt een maatje groter. Okay. Maar het zit verder wel aangenaam. En vooral hier. Okay, ja, nou, het kan zijn dat niet alle hoofden zijn dezelfde ronding. Dus het ene wat langer, ander wat breder. Dus dat kan. Ik snap hem. Ja. Oké. Okay. Dan heb ik eventueel nog. En deze is dus wel ook in het. Wat kost die? Ook 99,95. Ze zit rond 100 euro steeds. 50 ja, en 100 euro. Ik heb ook nog een nieuwe. Dat is de Eclipse. Eclipse? Komt die is dus van de week binnengekomen. Uiteraard ook weer met, jawel, de draaischijf. Peter is een draaischijf, jongens. Ja, oh, wacht, het is een emmertje. Ik pak meteen. Ja, doe jij dat maar, want anders krijg ik weer pijn. Ja, dat is helemaal. En die is ook van Harry's Horse, zie je? Die is ook van Harry's Horse, ja. Zo. Die is heel groot. Oh, die is groot. Nou, die kunnen we sowieso nog wel even stellen. Stel jij die is maar. Wat ruimer. Beter? Ja, beter? Helemaal goed. Ja. En wat kost deze? 59,95. Dus dit is weer goedkoper, maar deze is dus glad. Ja, en die heb ik dus ook weer met dat vlok, met dat dat hij dus fluwelig uitziet. Die heb ik ook dat hij fluwelig eruit ziet, maar... Oh, dan krijgen we blingetjes.
Ah, die vind ik ook niet lelijk. Deze is niet verkeerd, hè? Nee, dan wil die ook nog wel passen. Zo, en met bling bling. Ja. Mag er helemaal ietsje meer naar voren zetten. Ja. Dank u. Veel mensen die zetten de helm te ver achterover. Oké, en wat is daar het gevolg van? Dat hij dus steeds meer naar achteren komt. En dat is niet fijn, want dan zit je dus te hoog met de helm hier. Dat is niet ja, maar straks gaat mijn GoPro erop, dus dan... Ja, staat die toch zo. Ja. Hij kan nog wel eens tandjes uit. Dit is wel ook wel een leuk helm. Ja, ik vind deze inderdaad ook leuk. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat ik vind deze ook heel leuk. Maar ik vind deze toch de leukste. En deze zat ook wel echt lekker. Hij was alleen net even te klein. Dus ik denk dat ik een maatje groter nodig heb. Ja, even kijken. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Welke zouden jullie kiezen? Deze? Of deze? Laat het hieronder achter in de comments. Qua veiligheid maakt het niks uit, neem ik aan. Allemaal niks. Kut. Allemaal volgens de juiste VG01. Dus uiteindelijk moet je gewoon een cap kiezen die het lekkerste zit en die bij je budget past. Helemaal. Peter, bedankt. Nou, fijn dat we even hier tips mochten komen passen. Ja. Ik ga kiezen tussen deze of deze. Of misschien moeten jullie even kiezen. Deze of deze. En dan hieronder wat ik zei in de comments achterlaten. En Peter moet hem toch in donkerblauw bestellen voor mij, want alles bij ons is natuurlijk donkerblauw. Dus ik heb nog heel veel. Hele outfit. Ja, precies. Zo is het. Bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren. En ik zie jullie heel graag in een volgende video. Doeg! Tot ziens!